Goedemorgen, Wouter Bos, Desiree Stokhoog hier. Het is 2 maart 2014. Het publiceren van sterftecijfers op de website van ziekenhuizen is politiek volksverlakkerij. En het maakt me eigenlijk nog wel kwaad ook. Ik zal je uitleggen aan de hand van mijn leven waarom dat zo kwalijk is. Het zijn de politieke partijen, de vakbonden, de universiteiten en de NGO's, dus de standaard NGO's die dan geld inzamelen voor geneeskunde, of de patiëntenverenigingen, die de meeste doden veroorzaken. Het ziek treiteren van mensen. Het ziek treiteren van mensen leidt ertoe dat iemand een patiënt wordt via de huisarts of plotseling op straat inzakt en via de ambulance het ziekenhuis wordt binnengereden. Het is dus het treiterparcours en het feit dat er bepaalde organisaties in Nederland boven de wet zijn, die voornamelijk het sterftecijfer van de ziekenhuizen bepalen. Zoals je weet, ben ik als kind mishandeld. Ik ben ook behandeld tegen epilepsie. Als je medicijnen tegen epilepsie gaat slikken als puber, krijg je wanen en stort je lichaam juist in. Dus het probleem wekt zichzelf op. Op mijn 17e ging ik over tot zelfdoding. Nou, ik had hartstikke dood moeten zijn. Ik lag aan de hartbewaking. Ik mocht niet slapen, aan de toeters en bellen. Ik werd er giftig van. Maar ik ging niet dood. Ik eindigde niet eens in een rolstoel. Ik was nog wel een half jaar heel erg ziek. Wat ik eraan overgehouden heb, is hoofdpijnaanvallen, benauwdheidsaanvallen, allergische reacties, dat komt en gaat. Dat hangt ook, dat kun je niet vastzetten. Zo'n allergische reactie kan je ook niet vastzetten op pinda's of op chocola of waspoeder, want dat is het niet. Het is een totale zwakte van het lichaam. Wat eraan ten grondslag ligt, is het wegvallen van de energievoorraad en het wegvallen van mijn ijzergehalte. En dat ijzergehalte zakt weer weg als ik te weinig vitamine B-complex heb of als ik dus instort of een ongeluk krijg. Dus, wat gebeurt er? Mijn lichaam wordt ziek getreiterd, nu, momenteel. Dan kan ik naar de neuroloog gaan en daar krijg ik te horen, we zien dat je je niet aanstelt, maar we doen pas iets als je per ambulance het ziekenhuis wordt ingereden. Ik kan naar de cardioloog gaan, die kan denken van, is dat nou wel of geen hartritmestoornis? Nou ja, nu doen we er niks aan. We doen pas wat als je per ambulance het ziekenhuis ingereden wordt. Ik kan namelijk toch niet tegen medicijnen. Bij antibiotica moet ik uitkijken. Ik krijg het benauwd van, ik zie eruit als een giraf. Ik krijg enorme vlekken. Paracetamol is bij mij maar ten dele een pijnstiller. Is voornamelijk een hoofdpijnopwekker. Nou, dus wat je als ziekenhuis overhoudt, zijn de hormonen en bijvoorbeeld de vitamine K-injectie. Dus, wat gebeurt er als ik instort door getreiter in mijn leven, doordat ik niet gezond mag leven op de manier die ik nodig heb, dan word ik per ambulance het ziekenhuis ingereden. En dan sterf ik daar doordat mijn energieniveau wegvalt, mijn ijzergehalte wegvalt en daarna kunnen ze niet meer spuiten. Want als je ijzergehalte wegvalt, dan kan je de zout of suiker in stoppen. Maar als het bloed niet meer wil, dan wil het bloed niet meer. Dus ik verdwijn in de sterftecijfers, diagnose gebonden, neurologie of cardiologie. Terwijl het eigenlijk niet het ziekenhuis is wat mijn dood heeft veroorzaakt. Het is de politieke partij. Het is de rechtbank. Het is de politie. Het openbaar ministerie. Die ellendige professoren recht. Die ellendige professoren economie, bedrijfskunde die alles aan elkaar liggen. De NGO's, patiëntenorganisaties die met moordenaars aan tafel gaan zitten, omdat ze patiëntenrecht willen realiseren. Wat je dus moet doen, Wouter, is eisen dat er ook sterftecijfers bekend worden gemaakt van alle andere organisaties in Nederland. Dus de politieke partij en de NGO. En dat is helemaal niet zo moeilijk te realiseren, want het is allemaal terug te voeren op de grondwet. Namelijk dat ze weigeren de grondwet uit te voeren, omdat ze aan tafel willen zitten met machthebbers, CEO's, politici,
die mensen folteren met als doel te doden. Dag.